Als je over het wat loopt, zie je wel eens gekke hoopjes liggen. Dat is poep van watpieren. Grote wormen in de zeebodem. Er leven soms wel meer dan 50 pieren in een vierkante meter. De watpier heeft zich goed aan het leven in de bodem aangepast. Zo ademt hij met zijn uitwendige kieuwen, net als een vis. En hij heeft een slimme manier gevonden om bijvoorbeeld vogels die eten zoeken te foppen. Hij graaft een U-vormige buis de bodem in. Daar, lekker verstopt, eet hij veilig van kiezelwieren, kleine algjes, die hij met zand en al opeet. Na het eten komt de watpier met zijn staartje naar boven en drukt het zand uit zijn lijf. Poep van zand. Al dat drukke graafwerk van de watpier is erg belangrijk voor de watbodem. Zo komt er lucht met zuurstof in. En kunnen er ook andere dieren leven. Maar zoveel watpieren trekken natuurlijk ook weer vogels aan. Die wel weer een manier hebben gevonden om watpieren te vangen.